Goedendag, mijn naam is Aart van Rakker, ik ben een coset van een groep. Dus als H een subgroep is van G, dan noemen we een linker coset van de groep, ja, de groep AH. Dat betekent A met G dan AH, AH van A. Dus we gaan links A bijvoegen bij H. Een rechter coset is dan gewoon HA met de A aan de rechterkant. Eigenschap is dan belangrijkheid, dat G is een partitie van coset van A. Dus G kun je schrijven als de unie van linker coset van A, maar waar de doorsom van elke twee cosets leeg is. Ja. Een bepaald aantal cosets. Ja. Dat is een belangrijke eigenschap. Bijvoorbeeld hier, D3 gegeven met R, E, R, R kwadraat enzovoort. Ja. Dan gaan we proberen die eigenschap toe te passen. We kunnen eerst, we nemen de groep R, dat is uw H hier. Ja, dat is gewoon 0, E, R, R kwadraat. Dan gaan we R kiezen, de linker coset nemen met als eerste voorbeeld RR. Als je RR neemt, ja, dan krijg je linker bijgegeven R maal ERR kwadraat, ja, die met de R, dan krijg je R kwadraat R tot de derde. Ja, dat wordt, als je uitkrijgt, R kwadraat en R tot de derde. De R tot de derde is E, dan krijg je in feite ERR kwadraat. Dit is dus ERR. R kwadraat. Deze subgroep is ER kwadraat. Dus deze linker coset is ERR kwadraat. Nu gaan we het tweede element nemen, het F. We gaan FR berekenen. Dus F, de linker coset F met groep R. Even opmerken, ER kwadraat is, dit is ERR kwadraat. We hebben al drie elementen van uw D3 gevonden. Nu F met R, dat betekent F maal E of R kwadraat. Dan krijg je FE, FR en FR kwadraat. Nu FE is F, FR is FR, en FR kwadraat is volgens de definitie RF. Ja? Dus die laatste hier wordt RF. In feite krijg je dan, goed kijkt, F, FR, en dit wordt RF. Dat betekent, je hebt de twee die je hebt gevonden, F, hier F, FR en RF. Dus je hebt alle drie gewonnen. In feite betekent dat, ja, dat je D3 kunt schrijven als de unie van. Dus D3 kun je schrijven als de eerste linker coset, dat is R met R, dus R met groep, subgroep R. Ja. Unie, ja, de tweede is UF, F, R. Ja. En je weet dat R doorsnede FR leeg is, je hebt geen enkel gemeenschappelijk. Dus het is een partitie met twee elementen. Dat kun je tekenen op de volgende manier, uw D3 kun je tekenen als in feite... In twee eerste blokjes RR en tweede blokjes is FR. Dankjewel, bye bye.